Een goede morgen, een beetje late morgen, maar ja, wat ga ik vandaag doen? Het is het vandaag dinsdag, dus trainingsdag 2. Ik ga zo naar trainen. Ik ben wat laat, ik ben verslapen. Wat heb ik als ontbijt? Nou ja, het is trainen. Dus het is ei met Griekse yoghurt en havervlokken. Het normale trainings-item. Dus ik ga nu eten, want anders kom ik echt te laat. Jeanette die komt vanmiddag ook, dus ik maak er een kort filmpje van. Dit is een snelle tussen de middag filmpje. Je hoort het geluid op de achtergrond. Jeanette is al druk bezig. Ik kwam van de sportschool af en dan denk ik altijd van nou, ik kan nog even douchen. Maar ze stond al voor de deur. Dus wat heb ik gegeten? Een salade met tonijn. En witte kaas. Feta. Ik heb weer aardig mijn best gedaan op de sportschool. Dit keer de bovenronde nog steeds. Dus. Hey, goedenavond. We zijn weer aangekomen bij wat eten we vanavond? Vanavond eten we iets heel raars. Of tenminste iets raars. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar een spruitjescurry met rijst. En ik heb er als vlees 2 tartjes bij. Wat hebben we nodig voor de curry? Nou, het is spruitjes. 1 zak spruitjes. Spruitjes moeten door de helft. 1 rode paprika. 2 eieren. Die worden gekookt. Er staat in het recept. Indische currysaus. Dit is hetzelfde. Ik heb een rode. Dus een beetje heet. Rijst. En een ui. Dat is echt alles. Dit is alles wat we nodig hebben. Dus de paprika wordt heel fijn gesneden. De 2 eieren. Die doen we erbij. En die snijden we ook voor de helft. Als ze hard gekookt zijn. De ui in partjes. Oftewel in schijfjes. En dat is echt alles. Dus. Nou, ik ga nu koken en ik stuur ze meteen naar tafel. Yes. Een goedenavond, vind je weer aan tafel. En ja, wat heb je gedaan vandaag? Ik heb keihard getraind. En ik zou nog gaan fietsen, maar wat een weer. En ik ben hartstikke moe ook. Dus ik heb vandaag heb ik dit gedeelte gedaan, dus buikspieren. Ik heb even met de grote jongens mee buikspieren een kwartiertje doen. Ja, voor hun is het kinderspel, maar ik had zoiets van na 10 minuten, jongens, hartstikke goed, maar ik schrijf ermee uit. Anders kreeg ik vanavond niet meer. Als ik dan moet drukken, dan doe ik zeer. Bij wijze van spreken. Maar, wat heb ik vanavond gemaakt? Nou, iets heel. Ik heb het bordje ook heel vrolijk opgemaakt. Ik heb spruitjes curry gemaakt. Met 2 tataartjes. Een dagje zonder vlees vond ik ook weer zonde.
Dus morgen is het een vleesloze dag en vrijdag ook. Dus, nou, ik zal het even laten zien. Ik heb een heel vrolijk opgemaakt. Kijk, in de vorm van een gezichtje. Dus, dit is het. Rijst met spreidjescurry. Heel makkelijk te maken. Spruitjes kan 5 minuten koken. Eieren mee koken, rijst mee koken. Want dat zit toch in een zakje. Want het is weer die zero rijst. Nou, uitje. Ja, je leest het allemaal vanavond op mijn foodlog. Dus, maar dit is hem. Ik voel er wel geslaagd. Dus, nou, ik ga eten. Zometeen komt het nieuws. Ja, dan wil ik weer niet schrikken van aanslagen hier en aanslagen daar. Want dan is het echt de grens dicht hier zo. Die gassen die komen ook mee met die vluchtelingen. Dat lijkt dus wel. Nou, ik zou zeggen iedereen een prettige avond en tot wetensnieuws op.